Goedenavond, dames en heren, beste badmintonliefhebbers. Iedereen is hier meer dan klaar voor de finales van de 13e editie van de Yonex Belgian International. En voor die gelegenheid is de sportoase in Leuven alweer omgetoverd tot een badmintontempel. Naast mij zit Birger Abs, zelf ex-topsporter en trainer A. En samen met mezelf, Jo van Damme, zullen wij u voorzien van commentaar bij de beelden. Eerste wedstrijd die gaat aanvangen is het dubbel gemengd. Tussen het gemengde paar Scott Evans en Amanda Engström van Ierland en Zweden tegen Jaco Arends en Selina Piek. Birger, hoe zie jij de kansen van deze twee teams? Hoe schat jij ze in? Ik denk dat Selina en Jaco zeker toch een streepje voor hebben. Dat ze toch nog nummer 12 van de wereld hebben gestaan. Maar Amanda Högström deserved to Jaco Arends. Amanda die eigenlijk nog maar het eerste toernooi samenspelen. Scott is een heel ervaren speler. In enkel super, super goede speler. Toch niet kansloos. Ze zijn net van start gegaan. En 1-0 voor de Nederlanders. Je kan direct zien dat Jaco heel veel druk zet in dat midcourt. Dus Jaco is een heel, helemaal geen aanvallende speler, maar zet heel veel druk met zijn bijna perfecte techniek. En hoeft niet altijd 100% hard te slaan om elke keer dat shot op de juiste plaats te krijgen en toch op de grond te krijgen. Ja, en beide hebben heel wat wedstrijden ervaren op het allerhoogste niveau. Want voor hun blessure van Selena Piek stonden zij niet minder dan op de 12e plaats op de wereldranking. Service over. Wedstrijdritme ontbreekt nog een beetje tot op dit moment, maar gaandeweg. Ze hebben ook in de zomer Canada en US Open gespeeld, deelgenomen aan 2K. En met hun talent zal die vorm snel weer terugkeren. 2-3. Ja, en Scott als mixspeler kan je eigenlijk moeilijk inschatten. Hij is een heel goede enkelspeler. Service over. Dat meer lijkt op, op mix. Als je hem in de heren dubbel zet, zal hij toch iets minder tot zijn recht komen. Maar in Denemarken speelt hij toch competitie. Speelt hij toch ook af en toe eens een gemengd dubbel. En kan hij toch wel wat wedstrijden winnen tegen goede spelers. Ja, niet. En Amanda Högström, die is ook ervaringsrijk, ooit met haar partner Ripunen gestaan op nummer 21 van de wereld. Dus die moeten we het spel niet leren. Ja, mooi weggelegd daar. En ik denk dat het verschil zal zijn als Selena het net goed kan bedekken en goed kan aanspelen bij Högström. Als er bovenop zit, dan dat zal denk ik het verschil maken. Want ik schat Selena toch nog een stukje hoger in dan Högström aan het net. Ja, ja, absoluut. Daar twijfel ik ook niet aan. Evans en Högström hebben anderzijds Labar en Fontaine gewipt. Eerste reekshoofd, toch nummer 27 op de wereldranking. Was toch enigszins verrassend, maar de Fransen waren in de derde set gewoon kansloos. Dus hij is niet te schatten, die man. 6-3. En zij heeft de wedstrijdervaring van weleer. En dat bedoel ik met Selena, dat heerst aan het net. Schuift goed in, racket hoog. Seven, en hoeft niet altijd super hard te zijn, maar net achter de dame. Dat klopt, ze moeten haar uit het spel houden. En proberen ofwel naar het achterveld te geraken of voorbij haar. Service over. Daar valt hetzelfde laker een broek. Oh!
Ja, veel te kort. Service over. En er niet over te vlak, niet erover. 8-4. Snel toch een duidelijke voorsprong. Ja, en weer Selena dat er goed tussen zit elke keer. Waardoor het tempo er terug uit gaat. En waardoor dat Jacco terug kan opschuiven richting midden. 9-4. Kijk. En hij stapt hier terug ook mee een stukje altijd terug naar voren. Om altijd die druk side by side te zetten. Beetje meevallen aan het net. Dat telt ook. Ja, maar weer Selena die heel goed afdekt. Hier simpel naar beneden speelt. En dan weer tekort van Evans en Högström. Ja, persoonlijk vind ik, ze hebben het daar nog niet moeilijk gemaakt. Ze heeft al veel easy shots kunnen nemen. 5-10. Maar Evans, dat is ook tegen de Fransen gebleken, is niet te schatten. En is steeds in staat om zich in de wedstrijd te wringen. Maar nu is de druk duidelijk verhoogd. Een vliegende start van ja, en ik heb het gevoel dat Jacco ook veel meer Evans mijt en veel meer met Högström aan het spelen is. In plaats van het veld groot te openen, heel veel softe shots, midcourt shots richting Högström. Waardoor dat Selena Piek nog meer druk kan zetten op het net. En Evans komt er eigenlijk heel, heel weinig aan te pas. Nou, hij heeft eigenlijk toch wel heel die eerste deel van de set veel mogen aanvallen. Veel kansen gekregen, uiteraard goed voorbereid door Selena ook. 20 seconds. We zijn daar bij de Nederlanders. Ken Madsen, de nieuwste head coach voor Nederland. Zelf een ex gewezen Deense topspeler. Play. Out. Serve is over. 6-11. Ja, en Jacco en Selena zelf ook in de Deense competitie spelen. Evenals Högström en Evans. Dus het niveau 12, daar van die competitie 6. Is enorm hoog. Service foul call. Service over. En blijkbaar weer 12. Te hoog geserveerd. Racketblad te hoog. Slordig daar. En Scott is zoals je daarnet zei, Jo. En meer een diesel even afwachten, maar vanaf dat hij zich oppompt, dan kan hij er wel volledig in dat spel komen. En nu zie je ook dat de service situatie nog belangrijker wordt. Service over. 13-9. Klassieke kat en muisspel bij gemengd. Veel vlakke shuttles drukken, hoog, hoog, snel op de pluim zitten. En dan zoeken naar de open plaatsjes. Totdat je een smashkans afdwingt. 10-13. Tweede super slechte service achter elkaar van Piek. Dat is echt niet van haar gewoonte. Eleven, 13. En Evans en Högström beginnen zich in de wedstrijd te wringen. Out.
Serve is over, 14-11. Kattensprongetje om de shuttle te ontwijken. She lifted her leg. Lacht er zelf mee. Tussen 15 en 11. Nou ja, goed aangevallen. Twee maal door het midden. 12, 15. Ja, en ook daar weer zien we de power van Evans. Ja, want ze hebben een goede defense aan de overzijde, hoor. Dus als hij er door geraakt, wil het zeggen dat het... Goed gemikt en service over. Duidelijk hard is. 16. Dat zal wel 12. Een stukje met zijn licht ontvlambaar karaktertje te maken hebben. Hij heeft hier in de loop van het toernooi twee borden in de vernieling gespeeld. En op een sportieve wijze gewoon als een locomotief erdoor geramd. Service over. Ja, het was een hele grote 13, open ruimte, 16. Maar... De netband speelde parten. Ah, mooie. Service mooie over. Prachtig van Piek. Door de benen bovenaan het vlak 13. Teruggespeeld. Wat een reflex. Ja, mooi gezien tijdens de rally. Jacco schoof op naar voren en hij had het goed gezien, vlak over zijn hoofd gespeeld. 18. En dat is waar Scott zijn ervaring terug naar boven komt met die split view. Eerst heel snel even kijken, terwijl nog de shuttle in het oog houden. En dan toch beslissen op het laatste moment om naar de andere kant te spelen. 14-18. Het mini-kloofje van 4 punten blijft bestaan. Maar ondertussen zitten we aan 18. Hola, scherpe drop. Scherpe drop. 15. 18. Selena daar echt wel verrast. Play. Tot hiertoe de mooiste rally die we gezien hebben. 19, ja, en ook 15. Daar werd Selena heersend aan het net. Zo willen we meer zien. Play. Beheerst. 20, het is altijd Selena die aan het net, 15. Net genoeg de ruimte in speelt, net achter Högström, net voor de voeten van Evans, waardoor hij lager moet gaan zitten en de shuttle wat lager moet gaan halen. Service over. 16-20. En zo staan we op setpage.
17, 20. Ja, en nu is het niet gemakkelijk om, zoals Scott, te serveren op de heer. Dat is in gemengd dubbel altijd iets lastiger. En ik denk ook dat Jacco op de service zou gesprongen hebben. Moest het kort zijn geweest, maar hij speelt op flik. Speelt op veilig met een flik, maar first game van Jacco liet zich niet verrassen. 21-17. Het leek bij het interval een makkie te worden voor Selina Pieck en Jacco Arends. Geen bijzonder overtuigende, maar anderzijds toch wel duidelijke winst voor 17-21 is Jacco Arends en Selina Pieck. Het Nederlandse duo. Dat betekent wel werk aan de winkel voor Evans en Huikström. Ze moeten het volgende game winnen of het is game over. Toch aardig wat volk komen opdagen niet laten gebeuren. Om de wedstrijd live te komen proeven. Mixed doubles finale. En tot hiertoe zijn de mensen nog nooit benadeeld geweest. Meestal erg beloond. Dikwijls hebben we de afgelopen jaren hebben we stuk voor stuk eigenlijk schitterende finales gehad. Ja, maar ik denk dit jaar, zeker de heren enkel finale straks, is toch wel van een van de hoogste niveaus, denk ik, van de voorbije jaren. Ja, daar kijken we met z'n allen naar uit. Voor de wedstrijd van Momota tegen Lee. Van een ongezien niveau hier op de Yonex Belgian International. En ondertussen doen de coachen hun werk. Huikström en Evans zijn eigenlijk gestart met een proefperiode. Ze hebben elkaar slot verbonden tot en met december en zullen dan een evaluatie maken. En eigenlijk zijn ze meer dan behoorlijk gestart. Dadelijk in de finale van een International Challenge toernooi. Dan zullen ze vermoedelijk niet durven te hopen hebben bij de aanvang van het toernooi. Dat denk ik ook niet, want het niveau op deze Yonex Belgian International is echt wel hoog. Hoger dan het gemiddelde Challenger toernooi in Europa. Als we de vijf eerste wedstrijden gemengd dubbel zagen, die waren van een ongelooflijke kwaliteit. Met op elk terrein eigenlijk wedstrijden van 19-21. Dus 5-10 teams die elkaar waard waren en dat is eigenlijk doorgegaan tot in de finale. Zo zie je ook hoe kortbij iedereen bij elkaar zit. Zeker van niveau. Eigenlijk hadden hier ook vier andere spelers kunnen staan die evenwaardig zijn. Maar het is net op dat moment dat ze net iets beter zijn. En ook hier zien we weer dat Jacco en Selena weer uitlopen, net zoals in de eerste set. Ja. En Jacco weer aan het opschuiven naar voren. For love. En het is echt wel logisch als je het niveau van Jacco en Selena hebt. Ook al ben je een jaar uit geweest met blessures. Vanaf dat je een klein beetje meer ritme hebt, komt dat automatisch iets sneller terug. Service over. En Scott is en blijft nog altijd wel die heren enkelspeler. Die dat zich misschien ondertussen wel wat meer aan het omscholen is tot dubbel en mix. Ja, vermoedelijk zijn deze wedstrijden van dit niveau ook voor hen een prima leerschool. En zal het resultaat uitmaken of zij blijven dat mixed parcours bewandelen in 2018? Dat was overhaast, dat kan niet lukken. We start van het voordeel in de rally start al bij de service return van Selena. Die er weer kort en hoog op zat. Ja, en ook daar zien we dan dat Huikström geen druk kan zetten omdat Selena zo scherp is aan het net. En ik denk dat dit wel een voorbeeld van de rally is dat we eigenlijk meer zouden moeten zien van Evans en Huikström. Dat ze wat meer dat veld opentrekken naar achter.
omdat Jacco en Selena alle twee heel constant die druk naar voren aan het zetten zijn. Ja, nu waren ze volledig uit verband gespeeld. Selena moest daar in backhand achteraan het veld gaan redden. Maar ze krijgen niet veel de kans. Hè. Jacco en Selena zijn de verdiensten, ja. Ja, heel scherp aan het net aan het spelen. En ze krijgen ook alle shots naar beneden als ze de shuttle het net passeert. Ja, en kijk maar eens wat een scherpe service. Hè. Dan zie je nog maar eens het belang van een goede service in dubbel. Service over. Ah, goed, goed van Evans. Jacob is een racket tegen de vloer op een verkeerde plaats raakt. Voilà, die is getest. We kunnen verder. 3-8. 3-8. Service fout. Ja, en dat is toch een vaak gebeurd, hè? Deze wedstrijd is service fout. 3. Onverbiddelijk zijn ze. Ze hebben de opdracht gekregen er streng op toe te zien. Stop dit. Ja, mishit en veel te kort, veel te makkelijk voor Jacco. 10-3. Högström toch duidelijk niet in de wedstrijd, want zij kan veel, veel, veel beter. Service over. 4-10. En dat was al, denk ik, de eerste mindere service van Jacco. Kijk wanneer ze voor druk is zet in dat midcourt. Bij de druk. Service over. Ja, 11-4. Hij schuift mee op naar het voorveld. Maar het is toch teken dat de slagen van Evans iets te voorspelbaar zijn. Ja, en dat is het stuk ervaring natuurlijk in de mix die hij mist. En Selena Pieck. Ja, en ik denk ook dat de Zweedse coach nu wat meer naar het achterveld aan het wijzen is. Dat hij veel meer dat veld moet overtrekken. Dan is het afgelopen. Ze hebben het in elk geval nog niet geprobeerd. Nee. Dus als je het niet probeert, kan je nooit weten of dat kan renderen. In elk geval, de spelwijze die ze nu hanteren, werkt niet tegen Arends en Pieck. Dat is te veel kwaliteitsvolle druk van de Nederlanders. 20 seconds. Thank you, coach. En Jacco is zo'n heel typische rustige speler. 11-4. Mentaal ook altijd heel sterk. Onverstoorbaar, hè, ja. Service over. Een mooitje. 5-11. Spin return aan het net. Service over. Ze is aan die backhand, zei die iets overhaast. He, dat is te wild, dat kan niet lukken, denk ik. Ik denk dat de shuttle ook al Högström gepasseerd is en dan wordt het heel moeilijk om hem nog achter haar te nemen. En je ziet dat Jacco nu wel dat heel veel druk zit richting midcourt en toch ook nog altijd dat achterveld opentrekt. Waardoor Evans en Högström het zelf ook niet meer weten. Op dit moment geraken ze niet in de wedstrijd. Het is ook heel moeilijk om ja. uit de druk te gaan achter dat Jacco. Service over. Ja, en daar zie je dat karakter weer van hem. 14, Scott. Scott.
Dus Huygström vindt het leuk dat er aan de andere kant ook eens een servicefoutje wordt gefloten. Oh. Ja, en de scheidsrechter hier ook Evans wat aanmaant om een beetje rustig aan te doen. 15-6. Ik denk dat er ook een stuk frustratie is omdat Jaco en Selena zoveel druk zetten naar voren. En normaal gesproken in het voorbije toernooi gingen Huygström en Evans in de tweede en de derde set altijd anders spelen. Maar nu geraken ze niet meer uit. Kijk maar eens, veel te makkelijke fout. Ja, en 17, het wil dan ook 6. Maar eens niet lukken, want nu zijn er echt wel een aantal domme fouten geweest. Dat is wel een goede shot. Okay. Maar net uit. Ja, ook dat 18, nog. 6. Ook dat nog. Nu deed hij het is perfect. En nu speelt hij een buiten. Ai, tactisch gezien dan toch. Dat is een mooie. Service over. Onbereikbaar voor allebei. 18. Dat is een uitstekende service die tijd. En Jaco kan die ook. Service over. Simpeler. 19. Gekapt erop. Om mee te scoren, dat wil zeggen dat hij totaal niet verwacht was. Ja. Tweede slechte service van Jaco. Ja, als je op dit niveau 19. Werkelijk kan killen op service, dan was hij echt niet goed. Ja. Ja. Maar ik denk dat ze weten dat ze zoveel voorstaan dat ze eens wat gaan proberen, 9, maar 19. Ja, op dit niveau. Pik zal straks nog optreden in dames dubbel ook. Thank you. Ja, een volledig Nederlandse damesfinale. Selena en Cheryl hadden we wel verwacht, denk ik, maar 9-19. Van der Haar en Jille iets minder. Ja, kijk maar eens hoeveel druk. Perfect voorbereid. Sowieso. En dat is echt de sterkste 20, kant van Selena. Nee. Ook in de dames dubbel dekt ze heel goed dat net af. Ja, maar heel veel druk. Dat Huygström toch. Game. En tevreden. Tevreden de opmars naar hun werkelijke waardevolle posities in de wereldranking is gestart. 4000 punten erbij. Ja, en je ziet Selena en Jaco. Ik heb Jaco gisteren nog gesproken. En hij had het wel nodig ook voor zijn vertrouwen. Dat ze nu pas het tweede dubbel mixkoppel zijn in Nederland. En normaal gesproken staan ze altijd eerst. En dat zal na dit toernooi ook wel veranderen. Hen even bijhalen. Want zij zijn echt wel een ander niveau dan Selena. We gaan even tot daar in de hoek van het terrein. Maar Selena en Jaco zijn echt nog wel een ander niveau. Voor televisie. Selena, ik ga met jou beginnen. Proficiat natuurlijk, maar dit was eigenlijk bijna geen finale, hè? Mag ik dat stellen? Nou, niet echt. Finale blijft moeilijk. En van tevoren had ik hiervoor getekend, maar ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Ik ben dus gewoon heel erg blij dat we hem hebben gewonnen. Jaco, kwam dat nu omdat jullie zo sterk waren of de tegenstand een mindere dag had? Geen idee. Ik denk dat wij zo sterk waren. Tenminste, dat vind ik leuker om te denken, maar... Ja, we spelen gewoon heel graag in België. We hebben al een keer eerder gewonnen, dus we zijn hartstikke blij dat we nu voor een tweede keer hier winnen. Heel toffe dame, Selena. Oh, en volgend jaar willen we weer winnen, dus daar hebben we nu al zin in. Wat hebben jullie met Leuven? Waarom gaat het hier zo goed voor jullie? Ik zou het niet weten, maar lekker is het wel. Ik vind het allereerst een heel goed georganiseerd toernooi. Een van de beste toernooien eigenlijk in het internationale circuit. Dankjewel Selena, dat appreciëren we. Graag gedaan. En ik vind het publiek ook fantastisch. Ik bedoel, het zit ook best vol weer. Jullie zijn heel professioneel, tv is aanwezig. En weet me te herinneren dat ik 3 jaar geleden de Belgische Bonbons kreeg. Dus daar hoop ik nu alweer op. Je vond het natuurlijk niet de eerste keer dat ze het hier gewonnen hebben. Ik wel. Ze houden ervan om hier terug te komen. Is dat voor jouw blessure?
die je gehad hebt, dat je daar iets rond je knie draagt? Nee, ik word een beetje oud, dus ik probeer... Kom, 26 jaar, Selena. Bijna. Nee, ik had een hele lange voetblessure en ja, daardoor kon ik niks belasten, zeg maar, met mijn rechterbeen. Je had over haar voetblessure van vorig jaar. Onwijs afgenomen en dan speelt mijn knie een knijbeentje op. Maar dit is ook gewoon een mentale opsteker, dat ik weet van, het komt goed. Het is er niet aan te zien, hè, dat er een probleem zou zijn. Nee, het heeft ook bijna een jaar geduurd, dus ik ben blij er vanaf te zijn. Onverstoord bij hem, zoals hij op het terrein ook altijd. Ja, heel graag. Hij is koning. Altijd, heel lekker, dus studeert ik nog. Ga er wel vanuit dat ik ze krijg. Ze had eigenlijk. De psychologie aan het studeren, bedrijfspsychologie. Ja, dat is ook niet verkeerd. En moet enkel nog zijn scriptie afwerken. Als, en dan, als duo, want jullie zijn aan de weg terug aan het timmeren, geleidelijk aan hoger op die wereldranking. Ja, klopt inderdaad. Onze ranking is nu heel laag omdat we heel lang niet hebben gespeeld. Maar dus uiteraard ons eerste doel is om train fit te blijven. Alle Nederlanders op Papendal fulltime. Zo hoog mogelijk weer te komen en die top 10 in de wereld te gaan. Zo iemand zoals Jaco. We wensen natuurlijk toe, dames en heren, de winnaars van het mixed doubles toernooi hier op het Yonex Belgian International. Jaco Arends en Selena Piek. We gaan jullie meenemen naar het podium, dus neem de spullen maar mee. Dan hoef je niet terug te keren. We hebben nog even de tijd. We wachten zonder probleem op jullie, want we gaan daarmee meteen door, de eerste wedstrijd met afgelopen. De podiumceremonie. Daarvoor is alles klaar. Voor de tweede wedstrijd is er een groot Selena probleem. Pralines in ontvangst nemen. Daar de toch echt Chinese spinnerster Xie Shufei en ook de heeft afgezegd die bevindt zich of moet afzeggen wegens een blessure. Even hun frustraties gaan uitwerken achter het en podium. En om die reden zal het programma wat moeten omgeschakeld worden. In elk geval de topwedstrijd van Lee en Momota. Die zal pas aanvangen of the om half acht. International 2017. Runners up from Ireland and Sweden. En dan gaan we nu naar de rechtstreeks naar de prijsuitreiking. Ja, en je ziet al die jonge kinderen staan met een handtekening. De Ier Scott Evans en de Zweedse Amanda Huidström, de runners-up. Er kan toch een klein lachje af, want ze niet tegenstaande dit verlies neem ik aan dat Huidström en Evans echt wel tevreden zijn. Niet hebben gewonnen de prijs. Ja, dat denk ik zeker en vast. Zeker het eerste toernooi dat ze samen spelen. Van SBB Accountants, de hoofd en dan als je dan direct in een sterk deelnemersveld van Yonex Belgian International direct de finale kan spelen. De winnaars bijhalen dat ja, dan mag je zeker Jacob blij zijn. En Selena Peach. Een overwinning op Lavar en Fontaine. Dat gaat een deugd gedaan hebben, denk ik. Zij zijn dus de winnaars van het mixed doubles toernooi van het Yonex Belgian International 2017. En dan gaan we er de trofeeën bij halen. De trofee aan de winnaars wordt uitgereikt door Herman Moens, voorzitter van Badminton Business Club. En de prijzen voor de runners-up door Peter van Loek, senior consultant van SBB Accountants. De sponsor van dit toernooi, voilà, dit is Peter van Loek met de check. En de pralines voor Scott Evans en Amanda Huidström uit Ierland en Zweden. En Herman Moens, voorzitter van Badminton Business Club, die gaat de pralines en de check uitreiken aan Selena Piek en Jaco Arends. Prijs uitgereikt door Herman Moens. Ziezo, nog één keer het podium van deze mixed doubles finale. Jaco Arends, Selena Piek op het hoogste schavotje en Scott Evans en Amanda Huidström. Herman Moens, de runners-up. Tientallen keren Belgisch kampioen is geweest en badminton ademt nog steeds en altijd zo zal zijn. Een legende in het Belgische badminton. Werk doen. Ja, en verbazingwekkend fit nog op zijn leeftijd. Lachende gezichten. Op de zo, voor foto van de winnaars Jaco Arends en Selena Piek. Dames en heren, een zeer spijtige mededeling. Die moet ik nu doen. Ik hoop dat het niks te maken heeft met de 13e editie, het getal 13. Maar we zitten met een geblesseerde atlete. Onze finaliste van het Women's Singles toernooi, Chi Shuefei, die heeft zich gisteren tijdens de halve finale geblesseerd. We appreciëren het enorm dat zij wel naar hier is gekomen,
voor de ceremonie. Maar spelen, dames en heren, dat is onmogelijk voor Chi. Ze heeft zich geblesseerd aan de knie. Ze kan nauwelijks stappen. Dat betekent dat het eerste reekshoofd van het toernooi, Beatrice Corrales, de overwinning eigenlijk een beetje in de schoot geworpen krijgt. Maar we vinden het heel fijn en heel moedig van Chi dat ze hier toch aanwezig is. En ik zou daarom toch een extra groot applaus voor haar willen vragen. Voor Chi Shui-Fei. Ja, een onafhankelijke Chinese speelster. Dat zien we ook niet vaak. Chi, je kan ook zien. Het is echt wel geblesseerd. Ja, zij is eigenlijk verloofd met een Fransman. En op dit moment is er geen samenwerking tussen haar en het Franse team. Als zij ooit zou huwen, dan. How can I explain? It's a very difficult. Ja, ze wordt er, dames en heren, een beetje emotioneel van. Dat begrijpen we natuurlijk. Dat ze heel graag het jammer, die finale gespeeld uiteraard. Hier in Leuven. Dus maar we hebben haar deze week een aantal keer zien lopen met klachten in de knie. Het is een knieblessure die ze gisteren heeft opgelopen. Uiteraard is dat na het einde van de week really niet soon verbeterd. We appreciate that you are here also today for the podium ceremony. En werd ons slechts op het allerlaatste moment meegedeeld dat ze dan uiteindelijk toch niet kon spelen. En Beatrice Corrales, die krijgt de overwinning. Beatrice, turn around a little bit for the public. It's a shame you're winning, but en dan zien we hier Beatrice, nummer 2 van Spanje. Ja, het lijkt alsof het niet part of fair, you know. Eigenlijk ook een onafhankelijke speelster, want ze treedt nu fulltime in Italië. Not the best way to finish a tournament, an amazing tournament she has been playing. So I hope all the best. Ik heb er straks ook nog gebeld voor de finale. So fast, yeah. En ze vond het heel jammer dat ze niet nog een finale kon spelen. Want de sportoase hier in Leuven is weer goed gevuld. Really amazing to play on this kind of court, yeah. Beatrice, dames en heren, vindt het natuurlijk zeer spijtig dat ze vandaag uiteraard niet kan spelen. Uiteraard, ook bijzonder spijtig. Om hier op deze finale dag te staan. Ze heeft grote ambities, wil hogerop. Ze terrein er uitstekend bij liggen. En ze wenst natuurlijk mogelijk in de voetsporen van Marijn. En ze wint dan wel, maar het is toch met een ander gevoel. How was your week here in Leuven? Is op zich wel aardig op weg, want ondertussen is ze teruggevallen tot wereldranking 27, maar beste plaats toch 21 gehad. Danish girl was playing at a really high level, so yeah, I really want to play today the final. Ja, en voor een land als Spanje, de ex-nummer 1 van de wereld, Carolina Marin, Olympisch kampioen, dames enkel, en dan nog Beatrice Corrales. Daaronder hebben we nog Clara Azurmendi, dus drie heel sterke vrouwelijke speelsters. Was het een beetje lastig, maar ze heeft het en er komen een aantal jongens aan die echt wat in hun marge hebben. Ja, min 17 selectie van Spanje, heel sterk. You were seeded first, so yeah, this is why you win, no? Yeah, the good thing, of course, is like I got the point. The goal was done, and now just prepare and be focused on the next tournament. That in 2 weeks I will have a tournament again. So that's our job, you know, just be step by step. And your goal is climbing up, keeping climbing up in the ranking. Yeah, that is the main goal. Just try now to be top 20 because I'm quite close, and then to top 16, and it's like step by step to be ready for qualify for the Olympic Games, the next Olympic Games. Okay, over 2 weken, dames en heren, heeft ze haar volgende toernooi en ze wil zo snel mogelijk in de top 20, zelfs top 16 geraken om klaar te zijn, om gekwalificeerd te geraken voor de Olympische ja, Spelen droom is over de top 16 bereiken. In Tokyo. Thank you very much for being here. We now have the prize ceremony, dames en heren. Beatrice Corrales. Sta in de springplank voor overop. Zo, dames en heren, dan zijn we klaar voor de podium ceremonie. Ik had graag de wedstrijd gezien. Beatrice, een heel fysiek sterke speelster tegen een Chinese, altijd sterk fysiek. Op dat podium, dus de runner-up from this tournament, from the women's singles. Thank you very much for being here. Chi Shui-Fei from China. Ja, het is jammer. Corrales die echt wel zeer veel moeite heeft gehad met Julie Dowell Jacobson. And the winner of the women's de Europees kampioen Spain, onder 19 Corrales van 2016.
Echt, het is op drie sets aangekomen en enkel in het laatste gedeelte van de derde set van Gregory Verpoot, heeft zij het laken aan zich kunnen trekken. Europe met de check en ze zei ervan dat ze mogelijk iets te traag was gestart. Onze ongelukkige jonge dame uit China, Qi Shuifei, de runner-up. Patricia Kleepert, de moeder Pilo, van de voorzitter van Badminton Europe, Gregory Verpoorten. De check en de pralines voor Beatrice Corrales, de secretaris-generaal. De winnaar is Marcel Pilo. Dames en heren, nog één keer het podium van Women's Singles, Beatrice Corrales en Qi Shuifei.